Eens. We staan op de wedren. We staan een beetje verdekt opgesteld. We staan vlak bij de koffie. Dat is belangrijk. Bij de koffie is het druk. Ik heb het idee, want we gaan over een minuut of 10 starten met de eerste groep van de 40, dat het wat rustiger is dan anders. Dus het zou kunnen dat we vandaag een beetje slow starters hebben. Oké, er zijn 1111 uitvallers geweest gisteren. Ja, maar dat ga je op zo'n aantal niet zien hoor, denk ik. Niet? Oh, ik dacht dat jij met zo'n teller stond al elke morgen. De ting, ting, ja, dat doe ik. Maar ik was vanochtend ook een beetje laat. Dus ik heb misschien de eerste 1111 al gemist. En dan, ja, dan valt het niet meer te tellen. Hè? Nee, dat is ook alweer waar. Mooi streepje heb je overigens inderdaad aan. Dankjewel. Hoe laat gaan de 40 als starten? 4:45? De 40 gaat starten om 4:45. De tweede groep om 5:45. Okay. En dan om 6:15 de eerste groep van de 30 kilometer. En 7:30 de tweede groep van de 30 kilometer. En dan is iedereen weer weg. Nou. En nou ja, dan is het eigenlijk... Je hebt net uitgebreid al de route verteld. Hè? Via Kuik. Over het ponton. En dan ben je eigenlijk zo in Malden. En daar begint dan de Via Gladiola. En ja, dan gaat het helemaal los. Ja, dan geldt het liedje wat we zo dadelijk ook weer gaan draaien voor de 40 kilometers. Dat geldt dan wel eigenlijk. We zijn er bijna. We zijn er bijna. Ja, precies. Nou ja, en het leuke is dus, ik heb al een aantal mensen gesproken. Want ja, ik ben hier natuurlijk al vanaf vroeg eigenlijk. Mm-hmm. En wat ik eigenlijk een beetje wil gaan checken vandaag. Het lijkt erop dat er een aantal mensen zijn die bij elk dorp, bij elke tussenstop, één biertje gaan pakken. Oké. Okay. Want, heb ik dan weer gehoord, het schijnt dat de wetenschappelijke basis erachter is, dat zuur wat dan in je benen zit, dat kun je dus wegdrinken. Ik weet niet of het helemaal klopt, mm-hmm, maar ze gaan het wel proberen. Wie heb ik bij? Nou, we hebben een soort dilemma hier. Want, ja, vertel even, je moet de trein halen, hè? Je moet de trein halen. Ja, ik moet de trein halen. Hoe laat gaat de trein? 5:05. Maar om 5:06 gaat hij dan toch ook? Ja, maar dan moet ik weer een uur wachten. Moet je ergens zijn? In mijn bed. Moet ik zijn. Oh, maar deze mensen, wat vind je van deze mensen? Die gaan dus. Die hebben al 120 kilometer gelopen. Ik zou het ze echt niet naar kunnen doen. Echt oprecht niet. Ik vind het echt heel knap. Maar je zou dan kunnen overwegen om nog even te wachten, hè? En dan gewoon één trein. Het is voor jou maar een uurtje. Hè? Zij moeten nog 40 kilometer lopen daarna. Ja, maar ik sta hier dus nu. Nou, maar misschien kun je even oproep doen dat je een uurtje later bent. Ik weet niet of ze dat zien. Maar je kunt in ieder geval proberen. Dan heb je in ieder geval je best gedaan. Ja, daar kun je ervoor zorgen. Okay. Maar dan moet je eerst wat oproepje doen. Lieve man. Vinden jullie het goed? Als ik, hoe heten ze? De lopers gewoon? Moet ik ze je mag de wandelaars zeggen. De wandelaars. Je mag ze wandelaars noemen. Als ik naar de start van de dappere wandelaars kijk die 42 kilometer gaan lopen vandaag. Maar dan ben ik helaas wel een uurtje later thuis. Is dat oké? Okay? Mike vindt het goed. Morgen? Ja? Naar uitslapen. Oh, dan komt het goed. Hoe heet je moeder? Gabriella. Gabriella is een uurtje later, dat komt goed, hè? We zullen goed op te letten. Mike, jij regelt dat even, hè? Is goed. Als het niet zo is, mag je appen naar de studio. Ja, dat is goed. App de studio en moeder Gabriella en dan is het geregeld. En mijn moeder. Oké, okay, Mike, dankjewel. De start van de 40 is inmiddels geweest, dus het is hier weer gezellig druk. Mensen lopen over het algemeen nog steeds soepel, maar iets minder dan gisteren. Zal ik eens even gewoon vragen hoe het gaat? Ja, tuurlijk. Momentje, hoor. Hoi, mag ik jou wat vragen? Live voor televisie. Hoe gaat het? Ja, goed. Ja, dag 4, hè? Ja. Ben je er blij mee of vind je het jammer? Ik ben er heel erg blij mee dat het klaar is. Ja. Want? Heb je last? Ik ben een beetje moe. Je bent een beetje moe? Ja. Je hebt al 120 kilometer gelopen. Ja, dat klopt. Daarom dus. Ja. Waar kijk je nou vandaag het meest naar uit, die Via Gladiola? Ja. Staan er mensen op je te wachten? Ja, met een man en mijn dochter. Met heel veel gladiolen? Dat hoop ik wel, ja. Ja, die dingen zijn wel heel zwaar, hè? Dat klopt, maar dat is het wel waard. Oké, okay, en dan verder nog een biertje zometeen? Nee, ik ben bang dat ik in de auto ga naar huis. Oh, want wat ik dus gehoord heb, dat vroeg ik me eigenlijk even af. Ik heb dus begrepen dat er mensen zijn die in elk dorp waar we stoppen, één biertje gaan drinken. Oké, okay, ja, maar ja... Het schijnt te werken. Het schijnt te werken, nou dan ga ik dat gewoon proberen. Ja, tegen de melkzuur in je benen. Nee, dan moet ik dat proberen. Ja. Veel plezier dan. Ja, dankjewel, gaan we lukken. Jullie zijn met z'n tweeën? Ja, wel. Goeie reis dan. Ja. Veel plezier hè, vandaag, geniet ervan ook vooral. Doeg! Daan, ik denk dat ik weet hoe het komt. Ja, vertel eens. Het was een wandelaar die het mij vertelde, hoor. Ja, 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 ik heb het even snel opgezocht. University stuff natuurlijk allemaal gedaan. De bierzure moleculen bacteriën, die eten de melkzuur moleculen bacteriën op. En dan is dat goed voor je benen. Dus het is echt zo? Ik heb geen idee, maar ik vind het een goed excuus om bier te drinken. Ja, een hele goede smoes. Een hele goede smoes. Nee, dat is helemaal waar, Mike. Ja, goed. Je hebt nog iemand bij of ga je nog... Ik kan nog even iemand vragen en anders ga ik even de batterij van mijn microfoon verwisselen, want hij kraakt af en toe een beetje. Wandelaars in het wild.
Ik zal eens even kijken of er nog iemand is die ik wat kan vragen. Oké. Okay. Er staat hier een mevrouw te wachten. Zal ik die gewoon even... Ja, hallo, tuurlijk. Mevrouw. Nu je toch staat te wachten, mag ik even wat vragen voor televisie? Heel even. Hoe gaat het? Heel goed. U bent gestart aan de andere kant, zag ik, of net hier? Hier. Oh, en u staat nog even op iemand te wachten? Ja, ik sta nog even op iemand te wachten. Ja. Oké, okay. Hoe gaat het vandaag, dag 4? Dat gaat heel goed. Ja? Helemaal lukken, ja. Ja? Veel plezier. Was iemand die wilde eigenlijk heel graag door, zag je dat? Ik zag het inderdaad. Daar moet je alle ruimte voor geven. Ja, precies. Laat gaan, want die wil heel graag die... En dan zijn wij toch maar die vervelende mensen van de media. Ja, dan toch. Dus wij schikken ons naar ons lot. Wij gaan even batterijen vervangen en dan zien we je zo meteen weer. De Vierdaagse. Ja! De Vierdaagse, de vierde dag op vrijdag 19 juli, de dag van Kuik. De dag van de grote intocht op de Via Gladiola. En de dag dat voor de vierde keer... Daan Wijfje op de wedren staat. Dit keer samen met Jochem. En we zijn gaan voor de sfeerbeelden. Naar Daan, goedemorgen. Ja, hallo. Ja, goedemorgen. Het is even lastig te verstaan, want het is best wel een herrie hier. We hebben een kleine uitdaging. We staan met Jelle. Oh. Jelle. Ja, goedemorgen. Jij bent hier gisteren om 2:30 gistermiddag aangekomen. Ja, dat klopt. En je staat eigenlijk hier al sinds 2:30 te wachten op je familie. Nou ja, we zijn in principe met een paar vrienden uit geweest in Nijmegen en nu staan we een paar familieleden op te wachten hier bij de start. Ik heb geen idee hoe laat ze moeten vertrekken, maar in goede hoop staan we hier op ze te wachten. Maar kunnen we ze aan iets herkennen dan? Nou ja, ik denk dat ze in een koppeltje van 4 mensen tegelijk komen aanlopen. Dus, maar dat doet verder niemand? Nee, precies. Het wordt lastig om ze te herkennen, maar ja. Bij deze een oproep aan hun om aan de start te verschijnen. Wil je even in de camera doen dan? Dat is vandaag gratis service. Gratis service bij deze wil ik een shout-out doen naar Kim, Gerard, Anne en Lin. Heel veel succes vandaag, mocht ik jullie niet zien. En anders tot zometeen bij de start. Heel goed, dankjewel. Als jij nou hier, want dit is iets hoger hè. Ja, als je nou hier gaat staan, met je armen in de lucht. Ja, dat komt goed. En dan kom ik jou ondertussen net. Ik heb nog helemaal niet gevraagd hoe je heet. Hoe heet je? Keri. Ja, dat is een hele moeilijke naam, maar dat maakt niet uit. Jij zegt net, ik heb 3 keer nachtdienst gehad. Ik heb 3 keer geluisterd naar wat er hier allemaal gebeurt. Nu ben je hier. Keken, ja. Wat vind je ervan in het echt? Ja, leuk. Leuk. Ja. Normaal gesproken elk jaar, maar nu heb ik nachtdienst, dus dan kon het niet. Maar als het kan, dan ben ik er toch wel bij. En vandaag heb je dus geen nachtdienst? Nee. Dus nee, je bent gruwelijk de stad in geweest? Ja, ja. Ja, je moet wat, hè. Je moet toch inhalen ergens. Ja, is het gelukt? Jawel, het is wel gelukt. Ja? Maar ik moest ook wel een beetje fit zijn om hier iedereen aan te moedigen. Ja, dat vind ik ook. Zoals je de afgelopen dagen hebt gezegd, niet tot 8:00. Nou, dat wilde ik eigenlijk aan jou vragen. Ik dacht, jij weet het dan nu. Ja. Dat iedereen gaat weg, maar nee. Dat gaat weer gebeuren. Ja, dat denk ik wel. Hé, maar als jij op jouw afdeling de hele nacht hebt kunnen kijken, dan zitten jouw collega's waarschijnlijk nu ook te kijken. Die kans is wel aanwezig, denk ik, ja. Wees er de groeten doen. We doen vandaag gratis service. Je mag gratis de camera pakken. Nou, alle lieve groetjes naar al mijn collega's. Ik weet niet wie er nu in de nacht zitten, maar... Ik ben trots op jullie. Ja. Heel goed. Die hebben waarschijnlijk hier gewoon 3 dagen staan. Wellicht. Ja. Afwisseling, hè? Ja, dat is ook belangrijk. Ja, dat doe je heel goed. Ja, Dankjewel. Veel plezier nog vandaag. Daan. Mike, even terug naar jou. Goedemorgen. Op de wedren is het altijd feest. Op de wedren is het altijd feest. Ik heb hier, Mike, even voor jou. Ja? Ik heb de eerste persoon gevonden die uit zichzelf zegt dat hij tot 8:00 blijft staan. Wij blijven tot 8:00 staan. En we maken er een feest van tot 12:00. Ah, dat jongens, dat wordt echt weer afgeklapt hier. Eindelijk. Ja, dat vind ik mooi. Wacht even hoor. Maar ik vind dat wij niet moeten klappen voor ons, maar voor al deze mensen die lopen. Succes hè. Dat vind ik sowieso. En nou vertelde jij mij net, jij bent gisteren teruggekomen van vakantie. Ja, wij zijn vandaag teruggekomen van vakantie om 5:00. En om 7:00 stonden we al hier. Waren we op het feestje daar. En we zijn nu al een uurtje hier, iedereen high fives geven. Want ze hebben allemaal een super prestatie geleverd, jongen. Ja, zeker. Ze lopen al 3 dagen. Ja, we zijn super trots. Een paar vrienden van mij lopen ook mee. Ja. Vandaag sta ik op de wedren voor hun. En we gaan een feestje bouwen, mijn jongen, ik zweer. maar jij bent zelf niet zo'n loper? Nee. Lopen is te zwaar voor mij, man. Ik heb pijn aan de benen. Ik vind dat iedereen die loopt, heb ik heel veel respect voor mezelf. Kan ik het helaas niet. Ik had het graag gewild. Ja. Maar ik kan het niet, helaas niet met mijn knieën. En om dat te compenseren ga je gewoon nu hier tot 8:00 staan. Dan ga je 4 uurtjes naar bed en dan ben je om 12:00 sta je weer. Ja, ik vind dat wij terecht hier moeten staan voor al deze mensen die hier zijn, die lopen. Die verdient het allemaal. Kijk, deze dame. Succes hè, vrouwke. Kom op, ik hou van je. Dame, succes hè. Ja, dit is nog eens aanmoedigen bij passie, hè. Kijk, de mooie soldaten, die lopen ook mee. Ja, zeker. Kom op, boys, vlam hè. Het is zo mooi, joh. Wij zijn allemaal super trots op hen. Dit draait niet om een prestatie, maar dit draait gewoon om heel Nijmegen. Een feestje op de wedren, dat is het mooiste wat er is, eerlijk. Zeker weten.
Ik loop hier nu al, ik ben nu 18. Sinds mijn 15e sta ik hier elke avond, hè, om een feest te bouwen. We zijn nu dit jaar het eerste keer op vakantie geweest op de wedren. Ja, dus we waren de camera draaien. Maar ja, vandaag zijn we hier voor de wedren. En dat doen we voor al deze mensen die hier staan. Kijk hier, ze gaan allemaal starten. Ik vind het mooie woorden. Maar ik wil er ook mee doen volgend jaar. Als jij loopt, loop ik ook mee. Daar gaan we eens even over nadenken. Ja? Ja. Doen we serieus. Ja, en de cameraman loopt ook mee. En de cameraman loopt ook mee. Jochem, hoor je dat? Jochem hoort niks, dat is goed. Hij knikt maar gewoon ja. Jochem knikt ja. Volgend jaar lopen we met z'n allen. Ja, is goed. Hey, ga jij even je plek zoeken, dan gaat deze groep zo meteen starten. Dames, heel veel succes en zeker. Top man. Gekke huisje, Mike. Ik hoor allemaal liefde, Daan. Wat fantastisch. Ja, goed hè. Wat af... neem je de start nu mee? Nou, ik zei nee, want het is 17:15, dus het duurt nog een half uur. Och jee, dat duurt nog een half uur. Ik ga me daar even in het feestgedruis storten, denk ik. Goedemorgen, Mike. Dag. Sorry, ik stond nog even met Arnie te praten. Dat mag. Ja, hè? Ja, zeker. Want Arnie, ja. ik liep op je af omdat je zo'n prachtig hoedje op hebt. Ja, leuk is dat, hè? Ja, heb jij dat elk jaar? Nou, we doen elke dag doen wij dus iets, want het is in de loop van de jaren zijn thema's geworden. Dus blauw, roze, gisteren wit en vandaag dan de kleuren van de Vierdaagse. De kleuren van de stad. Van de stad, en dat doen we mee. Ja, dat hoort goed erbij. Ja, dat hoort erbij. En ik zie inderdaad ook hier aan je tas de bloemenslingers. Ja, en dit, het dorp waar we vandaan komen. Herpen. Herpen, inderdaad. Dat is bij ons toch? Dus bij ons, inderdaad. Ja, precies. Ja, ik ben goed op de hoogte. Ja, ach ja. Ik kom uit de buurt, dus... Nou, moest kijken. Ja, ja, nee, precies. Hé, jij vertelde Arnie dat het zo leuk is dat er zoveel verschillende mensen langs de route staan. Ja, dat is echt leuk. Dat maakt de Vierdaagse zo apart. Ook het enthousiasme van de mensen. Je wordt gedragen, min of meer. En ook de mensen die dan ook wat voor je doen, hè. Ze zingen, ze moedigen je aan. En wij lopen heel veel wandeltochten, maar dit is zo uniek. Dat maakt de Vierdaagse apart. De hele sfeer. En dat aanmoedigen, heb je dat dit jaar al nodig gehad? Nou, niet echt, want we zijn goed getraind, maar het maakt wel extra leuk hoor. En ook dankbaar dat die mensen er gaan staan, want dat is het ook wel hè. Ja, het wordt heel leuk dat het zo is. En vandaag, want vandaag is natuurlijk de dag van Kuik, dus het blijft er eind lopen, maar het wordt wel mooi met de Via Gladiola. Wanneer begint het echte grote feest? Nou, voor ons even kijken, in Linden. Linden is heel mooi, elk jaar een apart thema, dat is echt super beers, heel druk. Kuik. Ja, eigenlijk alles. Het maakt niet uit. Elke keer als je weer een heel mooi stuk natuur hebt gehad of op een dijk hebt gelopen, op een weg, dan denk je, yes, daar is er weer muziek, daar staan alle mensen. Ja, en daar staan elke keer weer genieten. Ja, dat geloof ik. Ja. Nou moet ik toch eens eventjes vragen. Ik hoorde net van een loper die zei, ik neem in elk dorp waar ik ben vast een biertje op vrijdag. Oh nee, ik moet er niet aan denken. Nee, wij doen dat pas als we terugkomen en dan is het nog alcoholvrij bier. Want er staat gelijk bij mij althans in mijn knieën, hoor. Dan loop ik niet meer. Dan kom jij niet meer thuis? Nee, ik kom niet meer thuis. Hè. Moet nog wel een trein halen. Hè. Ja, precies ja. Nee, wij drinken geen alcohol. Ik zou het ook niet kunnen, absoluut niet. Ja, dat is misschien maar goed ook. Het is nog een 25 minuten. Ja, en dan gaan we aan de start. Nou, wat ik zei, wij staan hier een beetje vroeg omdat we met de trein moeten komen. Dat is dan onze keuze. En je verveelt je hier geen moment, hè? Nee, absoluut niet. Als je daar kijkt, dan is het echt nog steeds één groot feest, hè? Ja, en ook dat is vaak als je hier staat te wachten, dan maak je weer een praatje met andere mensen, want ze komen overal vandaan. En dan hoor je weer andere verhalen. Dat maakt het ook leuk, hè? Ja, precies. Veel plezier vandaag. Genieten, hè? Dat is wel lukker, hoor. Ja, dat denk ik ook wel. Top, dankjewel. We zijn live. Ja, hallo! Ik hoorde dat we luisteren. Ik kom ineens Jill tegen. Ach, gezellig. Jill, hoe is het? Ja, supergoed. Ik heb zo genoten van echt verslaggever bij RN7 is echt helemaal geweldig. Oké, tot zover de reclame. Jij vertelde net dat je... Hoe lang woon je nou al hier? 3 jaar. En ik heb 3 jaar lang geprobeerd om de lopers uit te zwaaien. En 3 jaar lang is het me niet gelukt. En toen was ik afgelopen dinsdag in de stad. En toen dacht ik van nou, dan ga ik dinsdag de lopers uitzwaaien. Ja. En toen was het ineens 7 uur 's ochtends en dan heb ik de lopers gemist. Maar nu gaat het lukken. Nu gaat het lukken. Nu Giel, wat gaat er door je heen? Nou, enthousiasme. Ja, maar dat zie ik. Dat is eigenlijk altijd. Dat is altijd, dus. Maar daarbuiten? Een soort van emotie. Ik denk dat ik zo een beetje ga huilen, maar... Oh, dan vraag ik ondertussen even aan Roos hoe het is om met Jill... Roos, hoe is het om met Jill hier te zijn? Er zijn geen woorden voor. Ik heb het net al even vastgelegd. Ja? Dat was wel nodig. Dat omschrijft wel een beetje. Gewoon, ja, het is wel bewonderenswaardig hoe enthousiast zij is hiervoor. Ja. Ja. Ja, wat voor passie zij heeft voor de lopers. Een beetje eng ook wel. Ja, eigenlijk wel. Want waar kennen jullie elkaar van? Even... Al heel lang. Ja. Al heel lang. Ja. Jullie kennen elkaar van de basisschool. Ja. Is Jill altijd al zo geweest? Ja, helaas wel.
Oké. Jill, nog eventjes. Wat is het unieke ding om vandaag te zorgen dat de lopers jou nooit meer gaan vergeten? Nou, ik mag toch hopen. ik draag geel. Dus ik mag toch hopen dat zeg maar, deze fluoriserende kleur het niet het mag doen. En ik denk dat ik zo aan ga sluiten bij dit poortje hier. Ja. Ga je dan ook mee doen? Als jij dat doet, dan gaan wij er doorheen. Nee, dan moet je. Nee, kom. Lijkt mij leuk. Maar Daan? Mike? Ja? Ja, Mike? Jill die zegt, zo net. Ja, wacht even. Ze zegt zo net van. Ik was hier om 7 uur, toen waren de lopers weg. 30 kilometer. Ja, dat zei ik ook. Dat zei ik ook al. Jill, Mike zegt, je was dinsdag om 7 uur, maar toen moest de 30 nog starten. Dus als je nou, om dat goed te maken, vandaag gewoon tot 8 uur blijft? Gewoon nog ongeveer 12 uur, dat maakt niet uit. Ja? Ja. Jongens, het rijden. Oké, okay. Hey, wij gaan aansluiten. Kom, we gaan aansluiten. Ga je mee, Jochem? Oké, waar gaan we heen? Maar er loopt nog niemand nu, hè? Dat weet je. Maakt niet uit. Oké. Kom, we gaan naar het hotel doorheen. Wat gaan we doen? Dit is echt heel ver. Dit is echt heel ver. Ja, Jochem gaat mee. Dat is echt heel ver. Oh! Ja, we zijn er. Terug naar jou, Mike. Nou, ja, nou, miljoenen denk ik. Ik ben gestopt met tellen, maar ik denk miljoenen mensen. Nee, het is, het wordt ook nu, ja, ik durf het niet te zeggen, maar het wordt ook nu weer licht. Ja. Dus het wordt langzaamaan zeggen, komen mensen dan langs? En dan zeg ik, hey, gezellig. Zeg ze, ja, ik ga naar huis en ik ben moe. Oh. Ja, maar er staan hier mensen die drinken een soort power juice. Ja? Ik denk dat we daar even ik ga even, gewoon even aan ze vragen wat het precies is. Jochem hier, ik sta hier. Oh, die komt eraan. Hoi, mag ik jou wat vragen? Nee, niet op de camera. Oh, dan moet je, doen we even die kant op. Hé, jij hebt een soort van powerdrank. Ja, een discobal is het. Wat zit erin om zeg maar zo scherp en alert te blijven? De bubbels, Prosecco is het. Jij drinkt Prosecco? Uit een discobal. En houd je dat dan tot 8 uur op de benen hier? Ja, tot dusver wel. Mijn stem niet meer helemaal, maar verder gaan. Oh, daar horen we bijna niks van. Nee, dat is helemaal top. Dat is heel goed. Ja. Blijf jij ook tot 8 uur dan vandaag? Nee, wij gaan zo lekker slapen. En dan gaan we ze weer binnenhalen als wij de Sint-Anna binnenkomen. Ik ben hier nou 4 dagen. Ik ga het gewoon nog een keer zeggen. Ik ben hier nou 4 dagen. En zeg maar, nadat deze groep is gestart, het is om 17:15, dan is iedereen weg. Ja, maar dan gaan mensen ook een beetje slapen bij zonde. Om ze binnen te halen weer. We moeten voor het binnenhalen. Is dat het? Ja, dat is het. En dat helpt zelfs Prosecco niet tegen. Nee, we moeten slapen nog even straks. Maar je blijft voor deze groep nog wel even. Ja, en dan gaan we zo naar bed. Supergoed, veel plezier. Dankjewel. Mike, hebben we nog tijd voor iets meer of zeg je van, laten we even een plaatje doen? We hebben tijd voor jou en voor iedereen tot vanavond 18:00. Want ik heb een collega DJ van jou Ach, hier. Wat gezellig. Ja, ik weet niet of we dat qua geluid gaan redden. Oh, wacht even. We staan even een klein beetje. We gaan even wachten tot deze wandelaars hier door de. Door de Haag komen. Door de Haag komen. En dan ga ik ondertussen even achter Jochem omlopen. En dan ga ik even de DJ opzoeken. Is dat die meneer met die grote coolbox? Ja, daar staat een meneer al echt serieus sinds 4 uur met een coolbox op zijn nek. Echt. Die staat hier echt al. Hoe laat is het nu? 17:30? Ja. Die staat hier dus al 1,5 uur met een coolbox op zijn nek. Ik ga even vragen of het nog te doen is. Zo. Mag ik jou wat vragen? Ja, is het bestaan, Mike, of niet? Ja hoor. Oké, ik denk dat jij de beste DJ van de dag bent. Nee, dat ben ik niet. Dat zij. Want waar komt de muziek vandaan dan? Ja, hieruit. Oh, jij draait hem zelf? Ik ben zeg maar statief. En hij draait? Hij draait. Oh, echt waar? Dan ga ik even. Ja, ik geef hem al de credits. Heel goed, ga ik even aan hem vragen. Is goed. Ik hoor dat jij de DJ van dienst bent vandaag. Ja, klopt. Waar stem je nou je muziek op af? Meezingertjes. Dit vind jij wel een meezingertje? Nee, dit is zeker geen meezinger, maar ook, ik doe ook verzoekjes en dit was een verzoekje. Doe je ook verzoekjes? Ja, zeker. Heb je een verzoekje? Mike, heb je een verzoekje? Nou, daar ga ik eens even over nadenken. Oh, er wordt even over nagedacht. Ja, ik weet het. Neem je tijd. Ja. Gelet op gisteren, Gimme 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 van ABBA. Oh, heb jij Gimme 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 van ABBA? Maar het wordt hier gewoon live geregeld, hè? Ja, ik hoor het. Er wordt ondertussen hier op een telefoon wat opgezocht. Ja, ik zie hier ABBA komen. Oh, sorry. Ik duw ondertussen iemand omver. Gimme, gimme, gimme. Weet je wat? We doen het gewoon meteen. We doen het meteen, daar gaan we. Hoi, we zijn er gewoon live bij, hè, nu. Ja. Ah, dit is toch feest. Het is een beetje RN7, hè. We zijn er voor jou. We zijn er voor jou.
als andere mensen verzoekjes hebben, dan mogen ze gewoon naar je toe komen en dan... Ja, tuurlijk joh. Totdat die op is en daarna... Hoe lang duurt het nog voordat die op is? Ja, ik denk dat het nog een klein half uurtje duurt. Dus we hebben nog een half uurtje voor de beste wandelhit. Ja, eigenlijk wel. Dus kom maar op. Ik ga wat mensen naar je toe sturen. Dat is helemaal goed. Laat maar komen. Veel plezier nog, hè. Dankjewel. Mike, ja, ik moet even herstellen hoor. Goedemorgen. Nou, we zijn technisch gezien op het Vierdaagseplein. Dat is aan de overkant van de wedren. Maar dat mag geen naam hebben, hè? Ach, nee. Nee, ik dacht na het geweld van net, zoek ik even de serene rust op van het Vierdaagseplein onder de bomen. Zijn het eikenbomen, weet je dat? Ik heb geen idee. Geen processierupsen, hè? Nee, prima. Ik zit hier met Erik. Erik, hoe gaat het? Prima, ja. Ik heb de drie dagen in ieder geval goed gelopen. Dus, ja. Want je zit er heerlijk relaxed bij. Ja, voor de 19e keer. Dus jij bent echt heel ervaren. Ja. En is dit hoe je dan altijd voorbereidt? Ja. Heel rustig. Ja. Op tijd hier? Ja. Bakje koffie? Bakje koffie en een sneetje brood. En... Want hoe laat was je hier? Ik ben net hier. Dus een kwartiertje denk ik. Oh ja, een kwartiertje. En dan is het zeg maar 17:15 starten? Ja, ik start 19:45 vandaag. Oh, je bent voor de 30 ben je? Ja. Oh, dus het is helemaal even lekker een uurtje relaxen en dan... Ja. Oh, wat goed. Ja. Dan is het wel een stuk rustiger ook op de route meteen, hè? Ja, inderdaad. Ja. Dan zijn, of tenminste, in ieder geval bij de start, dan zijn alle studenten zo'n beetje naar huis. Ja. Oh, valt wel mee. Ik vind het wel leuk hoor, die studenten allemaal. Ja. Dat is elk jaar zo. Dus, ja. Ja, klopt. Waarom is het zo leuk? Waarom kom je voor een 19e keer terug? Ja, ik weet het. Het is gewoon de kick. Ja? De kick van het lopen, ja. Ik ben voor het eerst begonnen. En toen werd diabetes geconstateerd bij mij. Mm-hmm. En toen ben ik pas beginnen te lopen. En de artsen vinden het goed. Dus dat ik, je bent begonnen met lopen om dan om zeg maar wat gezonder te gaan leven of zo? Ja, inderdaad. En dan nu zijn we dus 18 punten, driekwart verder. Ja, en het gaat nog steeds goed. En dan zei je net de kick van het lopen. Wanneer is dan voor jou die ultieme kick tijdens zo'n vierdaagse? Als ik de 7 heuvelen gelopen heb. Dus was gistermiddag? Ja, dan vind ik het. Als ik die gelopen heb, dan is het goed. En dan is vandaag eigenlijk gewoon een beetje extra? Dan is dit de kersen op de cake, denk ik. Ja. En dan toch, maar dan is die Via Gladiola toch wel mooi, denk ik, of niet? Ja, dat is prachtig. Ja. En staan er dan nog mensen voor je langs de kant? Ik slaap bij mijn dochter hier in Nijmegen. Die woont in Nijmegen. Dus die zal wel langs de kant gaan staan. Ja. Met gladiolen? Ja, ik heb liever geen gladiolen. Ze zijn zwaar, hè? Ja, vind ik ook. Eigenlijk zijn gladiolen hele lastige bloemen om mee te lopen. Ja, inderdaad. Je snapt eigenlijk niet dat ze dat bedacht hebben, hè? Nee, inderdaad niet. Maar goed. Maar het hoort erbij, geloof ik. Ja. Ja, dat is waar. Dankjewel, geniet ervan. Ja, dankjewel. En vooral vanmiddag hè, van die Via Gladiola. Uiteraard, ja. Gaat lukken. Zou graag helemaal lukken. Ja. En wij gaan dan rennen, denk ik, richting de start-finish. Want zometeen gaat de tweede groep van de 40 kilometer starten. Over 3 minuten zijn wij daar natuurlijk ook bij. Ik word helemaal zen van deze meneer. Lekker, hè? Helemaal rustig van, heerlijk zeg. Ik word er helemaal rustig van, ja. Ja, daar zijn we net begonnen met starten. Er is net weer afgeteld van 10 terug naar 1. Dat is natuurlijk altijd een spannend moment. En inmiddels wordt er weer gescand. En dat betekent dat de tweede groep 40 kilometer lopers op pad is voor de laatste dag. En dat is alleen maar mooi volgens mij. Ook nu gaat het allemaal weer goed. Ik sta een beetje op zo'n plek in het midden dat je denkt, ja, ik probeer me maar een beetje klein te maken. Want anders dan sta je gruwelijk in de weg. Ik zal eens kijken of ik zo meteen iemand kan vragen of die er zin in heeft, dag 4. Ik neem aan van wel. Dat mag je hopen, hè? Het is toch de leukste dag zo naar het einde toe dat je dan toch... Ja, dat weet ik. Nou ja, misschien vinden mensen dag 3 eigenlijk wel het mooist. Ja, oké, dat kan me voorstellen, want je hebt dan echt wel een hele mooie route. Overigens vandaag ook een hele mooie route, maar die 7 heuvelen, dat spreekt toch wel tot de verbeelding? Maar... Ja, die spreekt zeker tot de verbeelding. Maar dag 4, jongens. Hey. Ja, je hebt ook wel, daar heb je eigenlijk ook wel weer gelijk in. Succes, hè? Ja, dank. Heeft u er zin in? Ja, tuurlijk al. Ja? Perfecte sfeer. Kan maar gaan jullie nou die kant op? Ik ga mijn banaan weggooien. Oh, ik dacht jullie gaan even nog eerst aan de koffie. Ik heb mijn banaanschil weggooien. Nou, succes. Ja, je weet maar nooit. Bent u er klaar voor, meneer? Ik ben er helemaal klaar voor, ja. Staat u te wachten op iemand? Nee, ik sta te wachten op de vroege start. Ik moet na de 40. Ik sta op de 30. Oh, u gaat starten op de 30? Ja. Ah, dus u wilt hier zo meteen als eerste? Juist.
als eerste bij de start staan. Als eerste wijs dat ik de ruimte heb om lekker door te lopen. Ja. Snap ik, snap ik. Nou, succes nog eventjes dan. We staan te wachten op Luzanne Bouwmans. Die heb ik voor de aanloop gesproken. Die is heel hard gaan trainen. En ja, die start hier ergens. Ah. Dus ze belde me net, zo net voor de Spice Girls, dat ze nog een paar, dat ze nog zeg maar 50 meter moest. Ik weet niet precies waar ze is. 50 meter kan in die meute heel lang duren. Dat kan heel lang duren. Dus we gaan gewoon even op te wachten. Nou, gezellig. Vind je goed, Mike? Ja, ik vind het prima. Wandelaars voor alles, hè? Ja, wandelaars voor alles, ja. Succes, hè? Ja, dankjewel. Heb je er zin in? Nou, onwijs. Ja? Ja? Hoe ging je de afgelopen 3 dagen? Top, top en nog eens top. Heel tevreden. Nergens last van? Nee, nergens last van. En hoe gaat het vandaag eruit zien dan? Wat dacht je zelf? Nou, ik dacht eigenlijk vanaf ongeveer haat het aan het bier. Jij hebt gelijk. Nooit meer raden. Gaat helemaal goed komen vandaag. Echt waar? Yes! Succes, hè? Oh jee, ik hoop niet dat ik mensen nu op ideeën breng, Mike. Ja, je bent iedereen flink aan het promoten om bier te gaan drinken. Dat hoor ik wel. Ja, nou ja, als dat dus echt op wetenschappelijke basis werkt, dan moet je dat misschien maar gewoon een beetje promoten. Ja, voor de mensen die net inschakelen, Daan heeft vanochtend gehoord dat bier helpt van tegen... Van een wandelaar, moet je erbij zeggen. Van een wandelaar. Toen nog nuchter. Belangrijk. Ja, een nuchtere wandelaar, okay. Die vertelde mij. Ja, dat is een nuchtere wandelaar. Oh, ik zal even. Een nuchtere wandelaar vertelde mij dat het drinken van bier zorgt voor de afbraak van de melkzuur in je benen. En dat melkzuur, dat zorgt ervoor dat je dus spierpijn hebt. Dus blijkbaar is het drinken van bier heel verstandig als je loopt. Nou ja. Alleen, dat kun je wel alleen op de laatste dag doen. Ja. Want je krijgt er ondertussen dus, zeg maar, ja, morgen heb je gewoon een kater. Ja, nee, ja. Dan kun je niet lekker lopen. Nee, en dan zeggen ze weer, ja, maar je moet dan beginnen met hetgeen waar je de vorige avond mee geëindigd bent. Ja, dus ik zou eindigen met een watertje, als ik jou was, als je gaat lopen. Ondertussen wachten we dus nog steeds op Luzanne. Even kijken waar ze... Ik zie er ook nog niet. Ik heb heel veel ze net wel gebeld. Twee mensen met een fantastisch shirt van de Waberen. Ja, succes, prachtig. Hebben jullie er zin in? Ja, uiteraard. Ja? Top. Je ziet, we staan dus nu op een punt waar mensen echt heel graag door willen. Want die denken, ja, we moeten het wel halen. Ja, precies. Dit is ook de tweede groep van de 40 kilometer. Dus je hebt technisch gezien een uur minder. Dat zijn ook de mensen die gewoon, denk ik, gewoon graag lekker willen beginnen. Die zijn... Ja, die vinden het al vervelend genoeg dat ze zo lang staan te wachten. Ja, en die zijn met mindfulness al helemaal bij het lopen. En dan starten ze en dan willen ze ook starten, denk ik. En dan willen ze ook starten. En dat snap ik ook. Ja. 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 Maar, doe rustig aan, Daan. Want ik heb Hilversum net gebeld dat Wereldnieuws wacht even op ons. Oh, ja, maar dat snap ik. Dit is toch het wereldnieuws? Ja, precies. Ik bedoel, alles draait toch momenteel om de Nijmeegse Vierdaagse? Goedemorgen. Zou het toch wat zijn, hè, dat we er zo meteen missen dan? Hoe is dat? Dat zou wat zijn, Ik heb het wel eens gehad, hoor. Stond ik aan de Via Gladiola met een hele grote bos gladiolen. En dan mis je dus degene voor wie je komt. Nou, dat is wel een ding. Dus ik zie ook dat mensen nu allerlei opvallende dingen... Er staat daar bijvoorbeeld een mevrouw, die heeft een hele opvallende... ja, wat is het? Iets aan de rugtas gehangen. Ik denk zodat de familie daar hekken... Zal ik dat eens even aan de vragen, Mike? Ja, doe dat. Ik wou zeggen, hebben we daar nog tijd voor, maar je zegt dat het wereldnieuws mag. Dus mevrouw, mag ik wat vragen? Ja. Is dit voor de familie? Ja, dat is voor de familie, ja. En voor Pink Ribbon. En voor Pink Ribbon? Ja. Die moet je even uitleggen. Lopen voor het goede doel? Nee, dit jaar niet. Verleden jaar wel. Toen hebben wij voor Pink Ribbon gelopen met 2 vriendinnen. En dat was voor het zusje van mijn vriendin. En daar hebben we heel veel geld voor opgehaald. Dat was toppie. Wat goed. Ja, was heel mooi, ja. En dan nu om het een beetje, om dat zeg maar... Ja, dat blijven we steunen natuurlijk, ja. Hè. En dit is een beetje het herkenningsteken geworden. En welke familie staat er zometeen voor je aan de Via Gladiola? Ja, mijn vriendinnen. Mijn vriendinnen en de familie was er van de week voor mij. Dus, en loop je 4 dagen met deze... Ik loop 4 dagen met deze strik. Ja, zeker. Wat ja, goed. Zeker. En het werkt dus heel goed. En het werkt heel goed. En het is een mooi doel. Dus, geweldig. Blijven we steunen. Succes vandaag. Ja, dankjewel. Wat loop je, de 40? Ja, de 40. Ja, helaas. Helaas? Nee. Dat is een fout woord. Ik zou de 50 wel eens willen, maar ik durf het nog niet aan. Maar die 40 moet ik, hè? Ja, je moet. Ja, dat klopt. Op die manier moet je. Ja, nee, ik snap het. Moet ik, maar ik doe het me heel graag. Ik vind het jammer dat het de laatste dag is. Ja, je had er nog wel 4 willen doen. Ja, ik had er nog wel een dagje aan willen plakken, ja. Oké. Okay. Nou, heel veel plezier dan. Geniet ervan. Voeten misschien niet meer. Veel plezier. Dankjewel. Ook handig, gewoon zo'n antenne achter op je rug. Dan kun je overal ergens even ontvangen. Ja, dat is leuk. Dat kun je niet zien. Maar Jochem heeft ook een antenne op zijn rug. Daarmee kan hij dus heel goed... Daarmee hebben we dus verbinding. Ja. Ga je dat redden zo, Jochem? Nee, dat ga je niet. Nee, dat is heel lastig. Ja, een stukje achter de schermen. Dat zullen we wel een andere keer doen. Ja. Het duurt even hoor, ondertussen.
Ja, zoals je al zei, hè, Mike, 50 kilometer. Ja, moeten we dat nog even vragen? Ja. Wat? Het Gouden Wijf, hè? Het Gouden Wijf staat hier. Je ziet er prachtig uit. Ja, dat vind ik ook. Ja, het hoedje ook, het is helemaal af. Ja, het is helemaal bij elkaar, maar ook mijn oorbellen, hè? En mijn armband. Ik vind het geweldig. Ja. Ga je het halen vandaag? Tuurlijk. Succes, hè? Ja, tuurlijk gaat ze het halen. Wat is dat nou voor stomme vraag? Ja. Dat is iedereen die hier loopt gaat het toch halen vandaag? Tuurlijk, positive thinking. Ja, als je 3 dagen hebt gered, dan is die vierde toch een eitje. Ik vraag me trouwens altijd af, hè, maar dat is mijn rare geest. Ja? Mensen die met zo'n vlaggetje lopen op de rugzak. Ja. Zouden ze dan ook daadwerkelijk daar vandaan komen of het is een soort van... Wat voor vlaggetje bedoel jij precies? Met zo'n landenvlaggetje? Ik zit met een landenvlaggetje, maar ik zag net ook iemand met een Friesland vlaggetje langskomen. Ja, over het algemeen komen die ergens vandaan. Ja, maar het zou toch grappig zijn als iemand met een Friesland vlaggetje loopt en die blijkt gewoon uit Limburg te komen. Ja, dat zou heel leuk zijn. Ik ben ondertussen nog even aan het zoeken. Ik ben een man, hè? Ik kan maar 1 ding tegelijk. Dus ik ben ondertussen proberen nog even te zoeken. Ik heb Luzanne nog niet gezien. Nee. En er staat ondertussen dus hier... Ben ik nu zo blij? Ze app me ook ondertussen. Ik sta al in graven. Ja, app ze nu. Ja, ik sta al in graven. Ik ga ondertussen even appen, hè? Dat mag, hè? Geef appen. Zal ik even toch naar Hilversum gaan, Daan? Ja, doe maar even dan. Hilversum? Ja. Here we come. Ja, goedemorgen. Ja, je zegt dat je je kruisje mag ophalen, maar je moet er wel nog even 40 kilometer voor lopen. Hè? Je mag niet vergeten. Nee, dus... En het is best nog wel een end. En ik zei gisteren, hè, iedereen loopt zo makkelijk vandaag. Maar het is vandaag... Nou, de meeste mensen lopen wel makkelijk, maar er zijn ook mensen die net even een tikje moeilijker lopen dan gisteren. Valt mij wel op. Eigenlijk. Oké. Okay. En wie staan daar nu te wachten als ik vragen mag allemaal? Het ziet er nog zo druk ja, uit. Ja, dit is allemaal de 40 kilometer. Nog steeds, oké. Okay. Dit is nog steeds allemaal de 40 kilometer, ja. En ze sluiten langzaam aan. En wij staan ondertussen dus nog steeds een beetje op Luzanne te wachten. Want zoals ik al zei, ook dat is zeg maar even een stukje belevenis. Ja. Als je hier op iemand staat te wachten, dan duurt dat gewoon een hele tijd. Want ja, je moet scannen, je moet er door en je moet achteraan aansluiten in de rij... En dat is leuk, maar dat is ook zenuwslopend, zou je kunnen zeggen. Er is iemand die er heel energiek overheen loopt nog. Ik zag het. Ja, dat moet je kunnen op dit tijdstip. Zou wat zijn als iemand op die manier de 40 kilometer loopt? Als een soort silly walk. Ja, precies. Ja, nee, dat zou zomaar kunnen. Je hebt er nog wel, je hebt nog wel contact met haar gehad als ik het... Ja, we hebben uitgebreid gebeld, maar dat is zoals dat gaat. Hè. Je staat hier te wachten en dan wacht je totdat ze langskomt. Dus, ik kan ondertussen wat andere mensen vragen, hoor. Ja, ik wou zeggen, ik zie dat nog iemand staan te wachten met een rood vestje aan en een hand in de zak, maar die loopt niet. Ja, die heeft net iemand gevonden. Ja, ja, goed is dat, hè? Ja, ja, mooi. Zal ik eens kijken, iemand die er schrikbarend fit uitziet? Dat is goed, als je die kunt vinden. Oh, ik zie daar iemand aankomen, die is volgens mij zo ervaren. Zie je dat? Ja. Dan ga ik even vragen. Mag ik jou wat vragen? Jij bent zo ervaren dat je 2 kruisjes hebt. Ja, klopt. Hoe komt dat? Doorzettingsvermogen en ja, toch, het is leuk. Dus de mensen langs de kant zijn hartstikke leuk. Want hoeveelste is dit? Dit is mijn 3e keer. Je 3e keer? Oh, je krijgt gewoon 2 keer een nieuw kruisje? Ja, dit is 1, 2 met kroontje erbij. Wat goed. En de 3e keer krijg je wel een speldje. En je draagt ze met trots, hè, vandaag? Zeker weten. Gaan we ook uitlopen? Je gaat hem ook uitlopen? Zeker weten. Staan er mensen voor jou op de Via Gladiola? Sowieso mijn vriend staat er. Ja. En de rest laat ik me verrassen eigenlijk. Leuk. Dus jij gaat zo meteen echt met 2 armen vol met gladiolen kom je hier terug. Hopelijk. Goeie reis, hè? Hartstikke veel plezier. Bedankt. Geniet ervan. Dankjewel. Toch? Die komt er wel. Dat gaat goed. Ja, komen. Die komt er wel. Kijk hoe ze erbij loopt. Ja. Schrikbarend fris. Schrikbarend ja. Ook. Ja, nou, je hebt wel inmiddels 120 kilometer in de benen. Ja, dat is waar. Toch? Ja, ja. Vind ik wel. Zal ik dan ook nog kijken of er iemand is die er niet zo fris mee bij loopt? Vind je dat leuk? De 2 uitersten, ja, dat vind ik mooi. De 2 uitersten gaan we even zoeken. Iemand die er niet meer zo fris bij loopt. Want eigenlijk vind ik iedereen nog wel fit hier, hoor. Kijk, zie je dat? Ja. Je kunt meekijken, hè? Zeker als je kijkt via RN7, dan zie je dat we hier live uitzenden. Ja, mensen zijn echt... Even kijken, hoor. Iemand die niet zo makkelijk loopt. Ja, ze zijn er gewoon bijna niet.
Mike, ze zijn er bijna niet. Ja, je had ze wel, maar dat is uren geleden. Die kwamen uit de stad rollen. Ja, uren geleden. Ja, ja, zeker. Ja, nee, dat klopt. Dan waren er een paar die best moeilijk liepen. Ja, ja, dat is absoluut waar. Deze mevrouw, die heeft nogal een flinke knieband. Deze mevrouw kan ik even vragen. Ja. Hoe gaat het? Nou, fantastisch. Ja? Nee. Nou, je loopt een tikkie moeilijk. Ja, klopt. Maar zijn dat de opstartproblemen? Of, Nee, ja. Had ik gisteren ook al, maar het gaat lukken. Ja, je gaat het halen? Ik ga gewoon heel langzaam beginnen en dan komt dat wel goed. Je hebt de tijd, hè? Je hebt een uur langer ook vandaag. Ja, 6 uur, hè? Je hoeft pas 6 uur te zijn. Ja, dat strompelend haal ik toch. En staan er mensen voor je op de Via Gladiola? Dat hoop ik toch. Ja, heb je het afgesproken? Ja, jawel. Mijn vriendin staat er met haar vriend, dus... Oh, geweldig. Dus je weet in ieder geval waar je naartoe onderweg bent. Ja, zeker. Gelukkig. Veel plezier. Dank u wel. Goeie reis. Luzanne, je bent er. Oh, wat goed. Wat goed. Hoe is het? Ja, van de schaal 1 tot 10, nu nog even een 6. Maar is het zo? Ik denk dat het in de loop van de dag wel verbetert. Ja? Hoe is het gegaan de afgelopen dagen? Best goed. Ja, maar ik moet zeggen dat het me dit jaar best zwaar valt. En ik weet niet waarom. Nee, ik wou zeggen waarom, maar dat... Nee, ja, ik weet niet. Iets meer pijntjes en zo en gewoon dat soort dingen. Oh. Kom je nog op tegen? Ja. En nu? Ja, het is nog maar 1 dag, hè? Ja, nee, dat is ook zo. En die laatste kilometers word je ook echt gedragen. Dus we gaan gewoon weer. Ja? Ja. En ik weet zeker dat het wel weer gaat lukken. Maar... Ja, en je loopt natuurlijk nu voor het goede doel. Ja, zeker. Ja. Hoe is het? Is dat nog iets wat je zeg maar over de streep trekt? Zeker weten. Ik heb uiteindelijk zit ik nu bijna op de 5000. Wauw. Ja, echt ongekend. En als ik die streep haal, dan heb ik al met iemand afgesproken dat hij hem afplust op de 5. Echt waar? Echt? Wat cool. Ja, goed hè. Dus dan moet je hem helemaal halen. Ja, ik kan hem nu echt niet meer met goed fatsoen niet uitlopen. Nou heb ik wel gehoord, en ik ga met jou even delen, dat het geheim schijnt te zijn om in elk dorp een biertje te nemen. Nou, misschien vanaf Mook of zo gaat ja, dan het wel lukken. Maar ik denk dat het niet verstandig is als ik dat in Kuik al ga proberen. Nee, want als het niet lukt, dan ben je echt, dan moet je echt nog een end, hè? Ja, dan moet je echt nog een end. Dus ik ga vanaf hier tot Kuik, ga ik gewoon de turbo erop. En dan die laatste kilometers, die verstand op nul en gaan. Succes, man. Dankjewel. Tot vanmiddag dan, hè? Zeker weten. Doeg! Even voor, dat ze loopt dus een sponsorloop, hè, die ze dan doet. Ja, ja. Mochten er nu mensen zijn die denken van, ja, ik wil haar heel erg graag sponsoren. Of andere goede doelen. Er zijn heel veel wandelaars die lopen voor goede doelen. Je hebt ook bekende Nederlanders, die krijgen alle aandacht. Maar de gewone wandelaar, de Jan, Pietje, Klaasje en Tante Mien, die krijgen minder aandacht. En ja, ga naar vierdaagsesponsorloop.nl. Daar staan al die wandelaars die voor een goed doel lopen. En daar staan ook de goede doelen erbij vermeld. En dan kun je die wandelaar sponsoren en kun je een bedrag storten. Goedemorgen. Hallo. Hallo. Ja, ik hoor je. Hoor je mij ook? Jazeker. Ja, we moesten even kijken of het allemaal werkte natuurlijk. Ik heb goed nieuws. Nou. Weet je nog dat wij hier gisteren bij Femke gingen kijken? Ja. En dat we niet zeker wisten of ze er vandaag nog zou zijn? Mm-hmm. Ze zit daar. Ga je mee? Ja, ga mee. Gezellig. Gewoon handig, ik kan kijken. Gewoon blijven zitten. Ik ga toch mee. Ja, je gaat toch mee. Voor een luie donder als ik is dat best wel ja, een ze goed... Ja, ze zit wel weer een beetje... Ze denkt, oh nee, daar komen ze weer. Ja. Maar we komen je helpen, Femke. Echt. We komen je helpen. Ja! Je bent er nog. Ja. Hoe gaat het? Goed. Ja? Hoe was het gisteren? Want we hebben elkaar gisterochtend gesproken en toen had je er nog niet zo heel veel zin in. Nee, gisteren was het heel moeilijk, laat ik zo zeggen. Was het gisteren moeilijk? Ja, maar vooral met 7 heuvelen. Ja? Terwijl het waren er eigenlijk maar 4, hè? Ja, dat wel. Maar het voelde als 7? Ja. En vandaag? Want je hebt er dus nu 3 dagen gedaan. Ja, vandaag moest ik dan wel over de dijk en dan zit ik wel een beetje tegenop. Dus... Maar wel de Via Gladiola. Ja, dat was zeker knallen. Je gaat hem wel uitlopen, toch? Zeker. Ja? Net zoals vorig jaar. Wie staan er voor jou op de Via Gladiola? Mijn opa, mijn oma en ja, voor de rest weet ik echt niet meer. Oh. Hey, en even onder ons, is het nog een beetje uithouden met je vader? Ja. Ja, is hij nog een beetje lief voor je? Ja, oftewel streng. Zal ik... Ja? Zal ik hetzelfde even aan je vader vragen? Is ja. Ja? Papa, hoe gaat het? Ja, goed. Ze lopen me er tegenwoordig uit. Echt waar? Ja, echt. Ik sta er versteld van. Want hoe is het momenteel met jou dan? Goed, ik heb nergens last van. Alleen ik moet heel veel tandje bijzetten voor haar. Nou, dat is wel gaaf toch om te zien? Zeker te weten, want ze gaat tegenwoordig steeds harder lopen.
Lekker bezig, joh. Zeker. Of niet dan? Ja. Waar kijk je het meest naar uit vandaag? Binnenkomst. Of ik het haal met haar, met die tempo. En als we binnenkomen, natuurlijk een groot feest, want morgen is het jaar. Echt waar? Ja. Oh, zullen we vast voor je zingen? Zullen we vast zingen met z'n allen? Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hippe de piep! Hoera! Hippe de piep! Hoera! Hippe de piep! Hoera! Nou, dan hoef je maar helemaal uit te lopen vandaag. Dat komt toch goed? Terug naar jou, Mike. Is goed. Daan, ben je trouwens vanmiddag op de Via Gladiola? Ik ga mijn best doen. Oké, okay, want ik ga wel eerst een uurtje naar bed. Ben benieuwd namelijk of we dan Femke ook kunnen gaan inhalen op RN7. Want we hebben nu elke ochtend haar gehoord en gezien. Dus het is misschien wel leuk om er vanmiddag dan ook echt in te gaan halen op de Via Gladiola. Ja, zeker. We gaan het signalement doorgeven aan onze collega's voor vanmiddag. Laten we dat maar doen. Het is de vrijdag van de Vierdaagse, dag 4 en de laatste dag. Daarom heet het ook Vierdaagse. En we gaan terug naar de wedstrijd, terug naar Daan. Want de 30 kilometer wandelaars die staan te popelen om te mogen gaan wandelen. En wij ook. We trekken even een sprintje, want we zijn een beetje laat. We moesten even wat dingetjes wisselen. Dat gaat soms zo, hè? Ja, dat hoort erbij bij Live TV. Je ziet even een stukje achter de schermen. We gaan... Terwijl daar iemand zijn nek breekt, zowat. We gaan kijken of we hier wat mensen mee kunnen pikken. Ik denk dat we op tijd zijn, Jochem. Ja. Netjes hoor. Jochem zegt dat het goed is. Ja, zo zijn we. Eens even kijken. Ik zie daar weer die mevrouw met die prachtige... Heeft weer een andere jurk aan. Er wordt afgeteld. 3, 2, 1. Dat was hem. We zijn er. We kunnen starten. Ja. We waren precies op tijd. Ja. Oh, wat goed. Ja, we zijn er. We kunnen starten voor de eerste groep 30 kilometer lopers. Ja, we hebben het al eerder gezegd, Daan, deze week. Maar het is een gezellige groep zo. Gezinnen bij elkaar, ja, vaders, klopt. Moeders, ja. Kinderen. Ja, leuk. Meneer, mag ik u even vragen? Want u bent de man van de tijd, hè? Ik ben de man van de tijd, ja. Hoe weet u nou zeker dat u altijd op tijd bent? Nou, dat kun je gewoon op je mobiel zien, hè. Je hebt een mobiele tijd. En dat is het. Dat is de tijd op je mobiel, dus dan weet je hoe laat het is. Dat is het geheim van de meester. Ja, al jaren. Al jaren? En het is niet een vaste atoomklok die ergens hangt, diep weggestopt onder de Stevenskerk? Nou, dat zou kunnen dat mijn mobiel daarmee gesynchroniseerd is. Maar dat weet ik niet. Nee, maar het is gewoon de tijd van je telecomprovider. Ja. Wat goed om te weten. Dus daar zijn we van afhankelijk. Nou, niet afhankelijk. We hebben ook nog wel gewoon analoge. Ja, dat is waar. Dus, jullie weten het ook wel, toch? We waren precies op tijd, bleek nu. Ja, ja, nou, maar goed. Het gaat goed, hè, al 4 dagen? Het gaat al 4 dagen goed. Eigenlijk kan het niet beter. Echt waar? Ja, ik denk het wel. Ja, wat zouden we nog moeten verbeteren hierin? Ja, dat weet ik niet, Ja, ja. En nou is het voor jullie. Jullie zijn altijd kritisch, dus jullie moeten het zeggen. Nee. Wij zijn vooral heel blij dat we er weer bij mogen zijn. Oh ja, ja. Dat is, nou, wij zijn ook blij dat jullie er zijn. Ja. Nou is het vandaag, hè, is het natuurlijk toch altijd een beetje spannend. Zijn jullie nou vandaag om 6 uur, hè, dan gaat natuurlijk de scan gaat dicht. Ja. Als je vandaag te laat bent, dan is het ook natuurlijk geen kruisje. Om 6 uur vanmiddag bedoeld? Ja. Ja, 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 dat is jammer. Maar dat is de sport natuurlijk ook. Hè? Dat is natuurlijk het sportieve element. Zijn. Ja. Ja, dat is, kijk, het is een wandelprestatie toch? Dus je moet binnen een bepaalde tijd moet je dingen doen. En dat is in dit geval wandelen. Ja, 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 dus dat is de sport in wandelsport. Dat is de sport van wandelen, ja. Ja, dat je op tijd. Dit is een wandelprestatietocht. Precies. Dus ja. Het is geen onwil, het is gewoon omdat het ook een sport is. En een sport heeft regels. Kijk, en het is natuurlijk een medaille die koninklijk beschermd is. Die je op je uniform mag dragen. En daar hebben wij over afgesproken dat we dan ook garanderen dat mensen die prestatie geleverd hebben. Dat er niet van. Dat het niet zoiets is van, nou ja, weet je, je hebt even een paar kilometer gelopen en daar doen we dan even medaille op. Nee, duidelijk. Koninklijk beschermd onderscheiding. Ja. Duidelijk, dankjewel. We gaan nog eens even kijken wie er allemaal aan het starten is op dit moment. Mike, kunnen we nog even? Ik zie daar echt een ontzettende grote groep met feestelijke mensen aankomen. Tuurlijk. Oh, die zijn altijd welkom. Ik denk, misschien is er iemand jarig, ik weet het niet precies.
Zullen we daar eens even op wachten? Ja, prima. Prima. Oh, het is een hele grote groep. Met allemaal, ze zijn allemaal wat jonger, zie ik. Weet je, zo gauw er het woordje feest op staat, Daan, dan ben ik... Ja, dan ben ik om, hè. En jij ook. Ja, dat weet ik. Ja. Dus we wachten gewoon even tot ze aan. En er komt hier een hele groep jongere deelnemers aan. Ja. Misschien kun je bij die groep ook even dat verhaal over bier en melkzuur en dergelijke... Ja, dat ga ik zo meteen eens even doen. Ik ga het nog één keer proberen. Kijken of het lukt. Ja, ik denk dat zij er wel vatbaar voor zijn. Ja. Ik ga eens even kijken. Volgens mij hebben ze namelijk dinsdag ook gesproken. Was ik daar ook bij? Nu allemaal in het, volgens mij zijn ze allemaal, volgens mij waren ze toen allemaal in het blauw. Oké. Okay. Voor de mensen die nu radio luisteren. Dan moeten we misschien even uitleggen. Dat is een hele goede, ja. We hebben op dit moment een live verbinding met de wedren. En Daan wacht op een groep. Ik wacht op een groep vrolijk versierde. Ja, het zijn volgens mij vooral vrolijk versierde moeders. En dan kunnen de kinderen kunnen gewoon lopen. Ik ga het even vragen. Ja. Zeg, horen al die feestelijk versierde dames bij jullie? Ja. Echt waar? Ja. Hé, maar hoe gaat het? We hebben met elkaar dinsdag ook gesproken, hè? Ja, zeker weten. Hoe gaat het? Goed hoor. Gaat het goed? Ja. 4 dagen nergens last van? Nee. Echt een eitje uitgelopen. Echt waar? Zeker. 3 vingers in je neus. 3 vingers in je neus. Dat doe eens. Bier. Doe eens. Ja, ik zie het. Ik zie dat het gelukt is. Hé, hey, en nou gaan jullie dus vandaag voor dag 4 en hebben jullie moeders allemaal, of jullie begeleiders allemaal, hallo, allemaal van die mooie... Hoe is het met de sokken trouwens? Even kijken. Ja, ze zijn er weer. Ze zijn er weer. Ja, de sokken zijn er weer. Daar komen we zo op. Van waar de stokken? Wie kan het vertellen? Dan kunnen we elkaar vinden. Ben je bang dat je elkaar kwijtraakt? Nee, ik niet, maar hun wel. Oh. Het is ook een hele mooie versiering. Ja, zeker. Mooi. En we lopen, dan kunnen wij ze weer makkelijk zien. Ah, jullie zijn bang dat jullie ze kwijtraken. Maar die hebben toch gewoon allemaal een smartphone, of niet? Je kan er gewoon allemaal appen. Zometeen doen we de tuigjes even om. Dus dan... Zometeen gaan de tuigjes om, heel verstandig. Wie heeft de stokken gemaakt? Ik heb een papierman geblazen. Oh, jullie hebben ze zelf gemaakt? Met z'n drieën? De creatieve afdeling. Hé, hey, hoe is het voor jullie om met deze groep te lopen na, zeg maar, 3 dagen? Een cadeautje. Ja? Ja, echt waar. Net zo leuk voor jullie als voor... Onbetaalbaar. Je hoort het, het wordt steeds leuker. Ja, ik hoor, hoe komt het? Waar ben je stem kwijtgeraakt? Volgens mij ligt die nog in Bergendal. Komt dat dan van het zingen of ga jij s'avonds nog de stad in? Nee. Je moet ze roepen en dan naar links en naar rechts en van voren en naar achter. Heel gezellig. Daarom is het... Wat goed. Cadeautje. Ja, absoluut. Okay. Nog even, zullen we nog even 1 vraag over sokken doen, dan kan het nog? Ja, jij hebt vandaag een zwart ensemble aan, zie ik. Ja, een beetje afwisseling. Heb jij nou voor 4 dagen 4 verschillende sokken? Nee hoor. Oké. Ik kijk even waar Jochem... Toevallig nu. Toevallig nu, ja. Ze matchen wel mooi. Wat erg dit. Ja, weet je, tuurlijk. Ja, zeker. Nee, dat doe je heel goed. Ik ga je lekker laten wandelen. Wij gaan lekker. Hey, heel veel plezier. Succes op de Via Gladiola. Ach, wat lief. Leuk dit, hè? Ah, prachtig. Maar dat is dus het leuke van die 30 kilometer wandelaars. Ja. Je treft dit soort gezelligheid aan. Dit is gewoon één groot feest, is dit. Ja. Kinderen, opa's, oma's, kinderen met opa's en oma's, met vaders, moeders. Iedereen loopt mee. En de ouders, die mogen dan natuurlijk eigenlijk niet voor deze afstand. Dus die krijgen een begeleiderbandje. En dan mag je toch meelopen. En het gaat echt om de prestatie van de kinderen. Ja. Nee, het is gewoon supergezellig. Dat maakt het ook, de Vierdaagse natuurlijk, dat het wat het is. Nee, dat zijn de 50 kilometer wandelaars die 's morgens staan te trappelen om te vertrekken. En liefst zo snel mogelijk hier willen zijn. En echt de sportieve kant van de Vierdaagse. Maar dit is gewoon, dit is gewoon het mooie. Ja, prachtig. En je ziet dat het inmiddels, het is 6:50, er staan nog steeds mensen hier. Dus ja, dat is wel anders. Ja. Ja, dan ga dus ik toch... voor die mensen ga ik even de champagne opentrekken. En een applausje. Ja. Ik vind dat ze dat prima hebben gedaan. Het is inderdaad drukker nu bij de 30 kilometer dan de afgelopen dagen. Ja, zeker. Zullen we dan gewoon zeggen dat onze missie geslaagd is? Laten wij dan zeggen dat deze missie geslaagd is. Dan hebben wij nog 10 minuten om een missie voor volgend jaar te bedenken. Oké, dat is goed. Ik kom zo weer bij terug. Ja, prima. Dat is goed, Mike. Ik ga nog wel even, want dat heb ik bij de 50 kilometer gedaan.
Wat is dit? En ik heb... Goedemorgen. Ja. Ja, weet je nog dat wij hier dinsdag begonnen, dat het om 7:30 helemaal leeg was? Ja, weet ik. Er staan hier gewoon nog mensen. Ja, prachtig. Jongens, waar komen jullie vandaan? Zijn jullie in de stad geweest al? Ja, wij komen uit Heteren. Ja, kun je ook niks aan doen. Ja, precies. Wij zijn eerst naar de film gegaan en toen dachten we, ja, dan kunnen we net zo goed een heel nachtje doorhalen. Je bent naar de film gegaan? Ja. The Lion King, in 4D. Je bent hier naar de Lion King gegaan? Ja. Ja. En toen dacht je, dan gaan we maar gewoon stappen? Ja, dan zijn we er toch al. We kunnen net zo goed ook gaan. Ja, en dan even mensen uitzwaaien. Precies, en mensen uitzwaaien. En vanaf hoe laat staan jullie hier dan op de wedstrijd mensen uitzwaaien? Vanaf het begin, echt dat de 50 start. 5 uur of zo. Echt waar? Ja. En jullie staan er dus nog? Wij staan er nog, ja. Dat vind ik echt super knap. We hebben zelf 2 keer meegelopen en weten hoe leuk het is om zo aangemoedigd te worden. Ja. Dus we dachten, ja, dit jaar gaan we het gewoon zelf doen. Ja. En je blijft gewoon tot het einde? Ja. Blijven... Respect. Ja. Wij blijven totdat ze weer binnenkomen. Ja. Je blijft echt helemaal tot het einde. Ja. Dat is tot 6:00 vanmiddag, hè? Ja, dat klopt. Dat is nog 11:00, hè? Ja, vrij lang, ja. Ja. Hoe ga je dat volhouden? Heel veel energie, denk ik. Ja, denk het ook. Oké. En dan sta je ook nog op iemand, speciaal op iemand te wachten, ja, toch? Ja, ook nog, ja. Want? Ja, op wie wachten we? Mijn moeder komt ergens een keer hier naartoe lopen vanaf de pendelbus. En die moet ik even gaan ophalen een keer. Want of zo. Die loopt mee? Die loopt mee, samen met mijn broertje. Wat gaaf. Ja. En hoe gaat het met ze? Weet je mijn broertje gaat het in ieder geval... Oh, wacht. Mama. Oh, ze belt net. Ja, belt net. Ja, we blijven... Nee, jij neemt het even over. We nemen het live mee, mensen. Ja, we nemen het live mee. Waar ben ik? Ja, nou, ik sta hier nu voor de camera. Ik weet dat met zijn broertje gaat het echt uitstekend. Die loopt het met gemak. Zijn moeder heeft iets zwaarder. Oh jee. Die loopt het sowieso uit. En die gaat ervoor. En die kan het echt. Oké. Okay. Ja, dat weet ik zeker. En ze zijn dus al in de buurt nu. Ja, als het goed is wel. Hoe kunnen we daarop wachten? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik kijk, ja, ik kijk. Oh, hij zwaait. Hij zwaait. Ja, dit is wel even een dingetje. Ik heb net Hilversum weer gebeld, Daan. Het Wereldnieuws wacht even op ons. Oh, dat is goed. Is geen probleem. We wachten. Waar zijn ze? Ja, maar ze lopen nu de wedren op. Ze lopen nu de wedren op. Dat is daar ergens dan waarschijnlijk. Ja, we zijn... Oké, zie je de grote groene spanbord met militairen en muzikanten rechtdoor? Ja. Daar staan wij voor. Oké. Voor de mensen die radio luisteren, op dit moment hoor je erbij geluiden. Ja, we zijn ondertussen aan het wachten. Ja, we staan te wachten op de moeder van. Oh, dit duurt even. Dit gaat heel lang duren, denk ik. Dit gaat heel lang duren. Oh, ja, we zien er. We zien er. Goh, eerst de Lion King in de vierdaagse D kijken en dan dit. Een jongen met een petje. Lopen jullie mee? Ja, wij lopen mee. Wij lopen mee. Jochem, we lopen even mee. Wat een gezelligheid. Ja, zeker weten. Wij lopen even mee. Een jongen met een petje, die zijn er niet zoveel. Nee, een jongen met een petje, die zie je hier bijna nooit. Ach, kijk hier. Daar zijn ze. Oh. Jullie zijn er. Mogen jullie al starten ook? Nee, wij zijn nu al. Jullie zijn van de eerste groep. Wij zijn van de eerste groep. Hoe gaat het? Heel erg goed. Ja? Ja, hij doet het heel erg goed. Nou, hoe gaat het met jou? Ja, ook goed. Ja? Ja. Want ik hoor dat jij het supergoed doet. Ja, ja, dat is wel waar. Vind je het niet moeilijk? Nee, niet echt. Nee, gaat het lekker? Ja, gaat heel goed. En wat gaat er nou vandaag? Want vandaag is natuurlijk dag 4. Wat gaat er gebeuren? Ik denk dat we hem gewoon uitlopen. Natuurlijk loop je hem uit. En staat er dan op de Via Gladiola nog mensen op je te wachten? Ja, mijn vader en mijn broer ook. Ja, en die zegt dat hij blijft. Die zegt dat hij blijft. Ja, heel fijn. Ja, oh ja, als bezorgde moeder hoor ik hier. Ja. Nee, dat maakt niet uit. Alleen maar energy drinken, dan komt het goed. Nou, hij is niet heel dronken, hè? Volgens mij. Helemaal niet? Nee, ik vind dat je dat die... Nee. Ik zie wel pas nu welke bril je op hebt. Ik dacht, je hebt je zonnebril nog op, maar het is je bioscoopbril. Ja. Oké, okay, top. Hey, gaan jullie lekker lopen? Veel plezier op de Via Gladiola. En een goede reis nog even, hè? Ja, Mike, zo gaat het hier. Ja, je kreeg het live mee gewoon op RNC. En dan sta je dus gewoon, dan ga je dus de hele nacht de kroeg in. En dan zie je 's morgens gewoon je moeder die gewoon gaat wandelen met je broertje. Ja, leuk, hè? Dat is toch mooi? Ook dat is Vierdaagse. Doeg! Ook dat is de Vierdaagse. Ik moet trouwens nog even iets rectificeren. Ik heb hier een Vierdaagse deskundige nu naast mij, Gerry. Ja. En ik heb net geroepen, 30 kilometer krijg je een diploma. Is niet waar, je krijgt gewoon een medaille. Nee, zeker. Ja. En de begeleiders van de 30 kilometer, die krijgen een diploma. Kijk, nou, zijn we weer helemaal die op de hoogte. Die krijgen een diploma. Dus iedereen die 30 moet lopen, door zijn leeftijd of weet ik veel wat, die krijgt een medaille. En de begeleiders daarvan krijgen een diploma.
Juist. Dat is toch fijn, hè? Zo'n ervaringsdeskundige naast me. Ja hoor, jongens, kom maar. Helemaal warm van. Daan, ik ga afsluiten. We gaan zo dadelijk naar Gerry toe, na 7 uur. Het is al 7 uur. Ja, mag ik jou bedanken, Mike? Ja, nou ja, dank je. Graag gedaan. Dat wij al 4 dagen met elkaar mochten opstaan en lief en leed in de nacht hebben mogen delen. Ja, leuk was het, hè? Ja, het was heel erg leuk. Ja, zeker weten. Jochem vond het ook leuk, zegt hij. Hé, Jochem? Ja, Jochem vond het ook leuk. Hij knikt ja. Ja, hij knikt ja. Hé, en Mike, even onder ons. Ja. Er is verder niemand die meeluistert. Oh, gelukkig. Het is mij ongeveer 45.000 keer gevraagd. Ja. Ga jij dan volgend jaar ook de Vierdaagse lopen? Ik heb daar een kort en krachtig antwoord op. Nee. Oké. Okay. Duidelijk. Dan spreek ik je volgend jaar aan de andere kant van de lijn wel weer. Ja, ik zit hier met alle liefde en plezier 's morgens om 4 uur. Maar lopen, dat zit er echt niet in. Daan, bedankt voor je... Ja, ik word er een beetje emotioneus van. Ik zei net ook tegen Gerry. Ja, snap ik. En veel plezier met Gerry en de rest van de programmering. Wij zijn overal en altijd op de route van de Vierdaagse. Alle doorkomstplaatsen met de verslaggevers, camera's, de hele reutemeteut. En... blijf en kijk naar RN7. Dankjewel, Mike. Tot volgend jaar. Hè. Tot volgend jaar. Voeten. Het is goed, het is druk, het is gezellig. We wachten tot 7:30, want dan gaat de tweede groep. En ondertussen kom ik Ineke tegen. Ineke, jij bent een soort collega, want wij leggen wandelaars vast en jij legt wandelende tijgers vast, hè? Ja, dat klopt. Ik leg wandelende Bengaalse tijgers vast in Nepal. Daar verzamelen we dus nu ook camera's voor. Met die camera's hebben we aan 2 kanten van zo'n trail gaan we die tijgers fotograferen. En dan weten we met de footprint, die meten we dan op. En dat is net zoals een vingerafdruk. En dan kunnen we dus na die tijd die tijgers precies volgen. En wat we eigenlijk doen is proberen om stroperij tegen te gaan. Want dat is een van de grootste doodsoorzaken van die Bengaalse tijger. Oké, even terug naar het begin. We hebben Bengaalse tijgers. Die leven in Nepal. Die leven in Nepal en in India. Ja, en daar zijn er nog maar heel weinig van. 3900 in totaal. Dat is niet zoveel. Dat is heel weinig. Als je die hier op de wedren zet en je laat ze een rondje lopen, dan ben je echt zo klaar met piepen. Hier zitten veel meer mensen dan dat er nog Bengaalse tijgers op de wereld leven. Precies, dus dat is goed om dat even in je achterhoofd te houden. Ja. En nou loop jij voor het goede doel, want je haalt geld op voor een stichting tegen het stropen van tijgers. Precies. Oké. Okay. En dat is het Tiger Trust Fund. Ja. Maar het Tiger Trust Fund zit in Nepal. En ik ben voorzitter van stichting newa.org. Dus niet .nl, maar .org. Mm. En daar zit een donatieknop op. Ja, en goed om te weten. En dan kunnen mensen dus gewoon, deze actie heb ik nog niet op de site gezet overigens. Maar daar kunnen mensen dus doneren voor de Bengaalse tijger om die te redden. En nou loop jij om geld op te halen voor die camera's? Ja, precies. En jij zegt een trail, dus dat is een soort voetpad. Ja. Daar lopen tijgers overheen en dan worden ze aan 2 kanten gefotografeerd. Juist, precies. En op het moment dat ze gefotografeerd worden, hebben ze dus de print van die tijger. Ja. Die tijger die loopt daar. Dus ze hebben ook de footprint van de tijger. Ja. Die footprint meten ze aan alle kanten op. Ja. Dan krijg je dus een soort van vingerafdruk. Ja. En met die vingerafdruk kun je daarna die tijger volgen. Dus dan hoef je hem niet meer te fotograferen, maar dan kun je hem gewoon volgen. Dus je gaat vervolgens waar je dan ook in het bos, waar je ook terechtkomt, je ziet een footprint, dan zeg je, oh, dat is van die tijger. Precies. En dat doen ze dus nu al 40 jaar. En ze hebben dus al 3 generaties al helemaal kunnen volgen. En als er een klein footprintje zit, dan weten ze, oké, dat is dus eentje met jongen. Ja, maar waarom dan? Waarom? Waarom ze dat monitoren? Waarom ze dat doen, ja. Nou, die monitoring die is om gewoon precies te weten hoe groot is het leefgebied van die tijger. Wat moet er dus nog bij om die tijger te redden? Want dat is dus ook een punt. Juist. Ze hebben gewoon meer plek nodig. Ja. Oké, en dan hebben we dus die camera's. Jij loopt om daar geld voor op te halen. Ja. Hoeveel is de stand? Nou, ik heb nog niet zoveel, dus ik vind het wel belangrijk dat er meer aandacht voor is. Misschien moet je dan even de camera pakken, even 10 seconden, een klein oproepje voor mensen die je vandaag nog willen sponsoren. Ja, oké. Mensen, voor de Bengaalse tijger, waar er nog maar 3900 van op de hele wereld zijn, stichtingnewa.org. Er zit een donatieknop op. Als mensen mij willen sponsoren, als mensen de tijger willen sponsoren, als mensen willen helpen om genoeg camera's bij elkaar te krijgen om die tijger te kunnen volgen, om inderdaad ook te kunnen zorgen dat er minder stroperij is, sponsor mij. Geef gul. Ja, wat kost zo'n camera eigenlijk dan? Heel gul, want het is echt nodig. Goeie vraag. Gerry vraagt, wat kost zo'n camera eigenlijk? Eén camera kost 450 tot 600 euro, oh. Dus dat is best veel geld. Geen geld. Oh. Nee, dat is eigenlijk
hebben, als er, zal ik maar zeggen, 100 mensen sponsoren, dan hebben we, en die sponsoren €25, hoeveel hebben we dan? Ik ben niet zo goed in rekenen. €2500. €2500, nou dan kunnen we dat, dan kunnen we al heel wat mee. Moet je nagaan. Ja. Ja. Geef gul. Gerry, terug naar jou. Geef gul, helemaal goed. Misschien, Daan, nog één klein vraagje misschien. Is dat lekker eigenlijk, Tijger? De Vierdaagse. 7:30. Goedemorgen. Het is de Vierdaagse en de start van de 30 kilometer. Daan, heb je wat bij je staan ook? Ik heb twee Brabantse dames bij me staan. Goedemorgen. Goedemorgen, wij zijn er klaar voor. Hoe is het gegaan de afgelopen 3 dagen? Ja? Ja, het ging heel goed. Nergens last van? Nee, helemaal nergens last van. Nee. Beetje spierpijn wel, maar we hadden een hele lieve masseur, fysiotherapeut. Die heeft ons eigenlijk doorheen getrokken. Oh, dat scheelt? Ja, dat scheelt echt. Dat hebben we nodig op onze leeftijd. Daar ben ik gewoon eerlijk in. Ja, is dat zo? Ja, klopt helemaal. Ik ga niet vragen hoe oud je bent, hoor. Maar 25. Goed. Ja, nee, dan snap ik dat ik het nodig heb. Ja, precies. Ja. En voor de hoeveelste keer lopen jullie? Voor mij de derde, de 40 kilometer gelopen, want dat was heel heet. Ja. En toen nog een keer, en nu weer de 30. En het is een soort verslaving, want het is zo leuk. De mensen staan aan de kant van de weg, ze zwaaien je toe, ze trekken je doorheen. En dat is zo leuk. En wat ik dan persoonlijk doe, is free hugs uitdelen, maar dat lukt nou natuurlijk niet. Nee, want je moet lopen. Ja, en als het lukt, dan heb ik dus hartjes bij, die geef ik die aan de mensen. Of aan de kinderen. Kinderen vinden het ook leuk om te krijgen. Volwassenen ook natuurlijk. Tuurlijk, stiekem, maar die durven dat niet hardop te zeggen, hè? Nou, jawel, dat komt wel. Oh, dat komt wel. Ja, nee, dat komt wel. Want dat vond ik zo leuk, want ik zag jullie natuurlijk net aan die kant al van de start zag ik jullie staan. Dus ik zei, ik kom zo meteen even met jullie buurt. Ik dacht, ja, Brabantse dames op de dag van Kuik, dat moet helemaal goed komen. Nou, en toen kwam jij hier aan met een bakje met hartjes. Dus ik heb er hier... Ik weet niet, Gerard, of je het kunt zien. Er zit ook een hartje op mijn microfoon. Ah. En deze plakken we zo meteen hier op de lens. Dat is ook leuk. Dan hebben we ook nog een hartje. Ja, mooi. Want jij deelt hartjes uit. Ja, ik probeer een beetje positiviteit in de wereld te brengen. En door de Free Hugs gaat dat ook. We hebben wel eens plaatsen, dus daar met z'n allen naartoe gaan. En dan gaan we zeggen, stellen we ons open van, mag ik jou een knuffel geven? Ja. En er zijn heel veel mensen alleen. Er zijn heel veel mensen die, ja, dat is gewoon heel fijn. Ik heb ooit wel eens gehad, iemand die begon spontaan te huilen. Echt waar? Nou, wat lief. In Den Haag was dat, ja. Dus die had het echt even nodig? Die had het echt nodig, ja. Ja, maar zijn heel veel mensen die het nodig hebben. Ja. Ja, dat is wel waar. We willen het ook allemaal. En hoe doen jullie dat nu dan op de posten en zo? Want dan is het natuurlijk wel tijd om te knuffelen. Ik probeer het wel, maar dan ben je ook best wel moe. Ja. Nee, dus dan ook. Is het niet meer te doen? Nee. Jullie dan? Te moe om te knuffelen? Ja, s'morgens vroeg gaat dat nog, maar je moet achteruit lopen. En dat werkt niet, dat is gevaarlijk. Tijdens het lopen bedoel jij? Ja, tijdens het lopen. Ja. Ze zien het dan en dan zeggen ze van, hé, je knuffel. En dan ga je dus omdraaien en zo. Dan moet je echt uitkijken dat je niet valt. Ja, nee, Jochem die loopt al 4 dagen achteruit. Oh ja. Dat is een wonder dat het nog goed is gegaan, joh. Niet zo Jochem. Ja. Jochem loopt zijn hele leven achteruit. Nee. Ja, nee, dat snap ik. Hij gaat zo meteen weer achteruit lopen, want dan gaat jullie een stukje volgen. Goeie rij. Zullen we even knuffelen dan, omdat het kan? Vind ik wel lekker. Ja. Oh. Ik vind het mooi. Goeie reis, ja, zeker. Tot volgend jaar. Goeie reis. Jullie ook. En veel plezier in Brabant, hè? Oh. Leuk dit, hè, Gerry? Ja, ik vind het zo leuk, echt. Goed, twee dames... En die Jochem maar achteruit lopen, hè? Ja. Twee dames in het wit-rood. Als je ze vanmiddag op de Via Gladiola tegenkomt, ze willen heel graag free hugs en ze willen ze uitdelen. Maar ze willen ze vooral zelf ook krijgen. En dat is het mooiste, toch? Ja, dat Zeker. Is wel mooi, hè? Daan, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat is volgens mij is het dag 2 dat we elkaar tegenkomen om net iets over 8. Ja, dat kan. Ja, dat kan. Ik heb het alweer verdrongen, want ik verdring elke dag. Is dat zo? Is dat nodig? Ja. Tenzij je van wandelen houdt. Je houdt helemaal niet van wandelen. Nee, eigenlijk niet. Kijk, ik doe het hier. Voor de gezondheid. Ja, om een beetje gewicht kwijt te... Nog één! Ja, maar hij is niet meer de laatste. Hij is niet meer de laatste. Hij was al gescand, denk ik. Hij was al gescand. Ja. Ja, dat is natuurlijk een beetje arbitrair, maar... Ja, maar dat is wel de echte laatste beginner dan. Nou, maar deze meneer is als allerlaatste gescand. Of ik heb een certificaat. Officieel de laatste scan van 2019. Hé. Hey. Ja, maar niet echt de laatste beginner, want hij komt nog 18 jaar aangelopen. Nou, nu niet meer inmiddels. Maar, inmiddels niet. Inmiddels ben je echt de laatste. Ja, we zijn echt dat doet RS7 mee. En hier gaat dus... dat doet RS7 mee. De benenwagen die zegt dat je... Nee, dat je de bezem, sorry, de bezemwagen. Dat zijn bandjeshunters. Ja. Ja, dan moet je dat doorlopen. Is wij lopen achter de bezemwagen. Achter de bezemwagen. Een beetje uit de wind. Wij noemen onszelf de vrienden van de bezemwagen. Dit is de allerrustigste plek van de hele Vierdaagse. Dat weet ik zeker. Daar ben ik van overtuigd. Maar ja, er zijn er geen verkeersregelaars meer. Dan kun je niet meer midden op de weg lopen. Ja, dan
trottoir. Dat lukt wel. Maar nee, wees zelfs blij als de verkeersregelaars al weg zijn. Ik heb prachtige kruisingen daar in de gisteren ook. Geen verkeersregelaar meer. Heerlijk rustig. Dus nee, gaat goed. En het allermooiste is, de mensen zetten de geluidsinstallatie ook uit. En wij... Geluid ook, hè? Onvoorstelbaar, die herrie. Hè? Als het wakker wordt, is het Brabantse levenslied. Ja. En vanochtend dacht ik, toen ik bij het eerste kopje koffie Frans Bauer opzette, dacht ik, nu gaat er iets goed mis. Ja, dat geloof ik. Dus vandaar. Het wordt nu wel een beetje penibel. Ja, ja, nu gaan we lopen. Oké. Okay. Hells Angels komen langs. Anders worden zij heel zenuwachtig. Ja, precies. Nou, gaan we lekker lopen. Dank. Fijne reis. Tot volgend jaar, hè? Dat moet lukken. Goeie reis, hè? Dan zullen we de bezemwagen even weg. Dit is echt een meneer die echt niet voor zijn lol loopt. Die loopt echt omdat het moet. Ja, het blijft toch bijzonder dat de man zegt van ja, het is, ja, of je moet van wandelen houden, anders is er niks aan. Ja, ik zou zeggen, ga een rondje hardlopen, ben je veel eerder thuis, maar... Maar hij doet het voor zijn gezondheid, of niet? Ja, zoiets. We gaan het volgend jaar aan hem vragen. Oké. Nou, misschien kunnen we volgend jaar een soort talkshow met hem doen, zo tussen 8:30 en 9:30. Ja. Nou, ik denk dus 8:30, 11:00. Tempo waarop, ja, dat kan ook. Tempo waarop die man alles doet. Ja, zeker. Hè, lekker relaxed. Oh, heerlijk, niks aan de hand. Ja. Prachtig. Dit is wat je wil. Oké, okay. Je bent een beetje het wegvallen, dame. Je bent nu wel heel ver van de dingen vandaan, denk ik. Dan, nee, ik vraag of Jochem deze kant op komt. Oh, heel goed, ja. Dat komt helemaal goed. Okay. Ondertussen, Jochem hoort je ook. Dus Gerrie, ik ben af de wedren. Dus die man die loopt zeg maar nu met de bezemwagen mee. Dat is ook wel lekker. Hij loopt eigenlijk achter de bezemwagen aan. Ja, top. Dan loop je nog een beetje uit de wind. Ja. Dat is eigenlijk een beetje het idee. Uit de wind ook. En wij lopen langzaamaan naar de wedren toe. Want misschien is het dan nog wel even leuk om dan vanaf hier af te sluiten met het beeld van een volledig lege wedren. Ja, dat is misschien wel grappig. Maar waar is die trein gebleven dan? Ja, dat weet dus eigenlijk niemand. Ik vroeg dus net hoe zit het in elkaar. En het verhaal is nu, ja, het was een Intercity die een stoptrein is geworden. Ja. Dus hij is wel iets vertraagd, maar nooit 10 minuten. Oh, oké. Okay. En ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik heb tot op heden nog niemand gezien die hier... boos is of ontevreden of... Nee, het ziet er nu naar uit dat het allemaal goed gaat. En wat misschien dan nog wel leuk is om te zien, is dat er dus ook meteen al wordt opgeruimd. Toch? Ja, kijk, er wordt hier gewoon de startboog wordt hier gewoon meteen al afgebroken. Ja, dat klopt, want die moet straks weg zijn natuurlijk. Voor het grote feest. Dat is wel een dingetje. En nu komen de mannen van Perfect Light. Die komen dan met heel veel mensen tegelijkertijd. En die gaan al die trussen gaan die afbreken. Dat is een dingetje hoor. Daar zijn ze nu al mee begonnen. Ja, absoluut. Oké, want dan moet straks weer klaar zijn om 10:00 met een beetje geluk. Dus die moeten hun best doen. Precies. Daan. Dat gaat vast lukken. Poldomme. Gerrie. Zeg, dankjewel. We hebben het leuk gehad, hè? Ik ga je nu alvast claimen voor volgend jaar, weet je het vast? Ja, dat is goed. Ik ben te boeken. Je bent de ideale ochtendpresentator. Heel veel positieve reacties van de wandelaars gehad en zo. En die Daan is zo fijn, leuk. Zo relaxed. Dus dat is allemaal goed. Zo was het ook. Maar dat komt ook een beetje door Jochem, hoor. Ja, en door Thijs. Zeker. En door Angelo. Ja. Die hier al die dagen achteruit gelopen hebben, omdat ik dan met mensen kon praten. Ja, stom is dat, hè? Kamerongens moet altijd achteruit lopen. Ja, daar hoort er alleen maar bij. Ja, ja. Okay. Muchas gracias. Ik spreek je vanmiddag nog. Dan drinken wij samen een drankje.